Frederik, gefeliciteerd met de 2-1 overwinning op SCSC. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, ik denk een leuke wedstrijd. Het is natuurlijk spannend potje, de nummer 1 tegen nummer 2. Dus ik denk dat het een spannende wedstrijd was, ook voor het publiek en voor onszelf misschien ook een beetje. Maar ja, we maken natuurlijk die 1-0 en volgens de 2-0 dus dan heb je natuurlijk een lekker voorsprong. Maar je weet tegen Stichtse, tegen zo'n ploeg, die kan je uit handen geven. En dat was bijna het geval, maar gelukkig trekken we naar het eind overstreep. Dus dat is lekker. Had je misschien ook op 3-0 of 4-0 moeten komen zelf? Ik denk dat die kans er wel was. Zeker toen we 2-0 stonden, dat we tot die 3-0 inderdaad konden komen. En toen eigenlijk viel die helaas aan de andere kant. Derde kwart hadden we eventjes, waren we het eventjes kwijt. En dan kan dat zomaar gebeuren. En dan, als het heel erg tegen zit, kan natuurlijk die 2-2 ook vallen. Maar ik denk dat we ook kans genoeg hadden om de 3-0 te maken. Zo vaak voor de 2-0 zijn ze niet in ons cirkel geweest. Dus in principe in dat opzicht hadden we best wel onder controle eigenlijk. Jij maakte de 2-0. Vertel eens, wat gebeurde er? Want het was een fantastisch doelpunt. Ja, ik kan me niet zo goed herinneren wat er vooraf eigenlijk aan gebeurde. Ik weet wel dat ik aan de linkerkant de cirkel inrende. En eigenlijk, die bal kreeg ik niet helemaal goed mee. En ik belandde eigenlijk bijna op de achterlijn volgens mij. En toen dacht ik, ja weet je, ik schiet gewoon die bal keihard op goal. En nou, misschien kan ze niet reageren. Dus hij ging boven haar hoofd volgens mij doel in. En daarna, want toen leek het wel alsof jullie de weg even kwijt waren. Stichtse kwam terug tot 2-1. En ja, het had zomaar 2-2 nog kunnen zijn. Ja, ja, als dan je eigen kant niet valt, dan valt hij eigenlijk goal. Als wij hem niet maken, valt hij bij ons. En dat was bij de 2-1 het geval. En dan moet je goed opletten en gewoon goed met z'n allen verdedigen. En dan kan hij net zo goed, weet je, ik had ook een 1-1 op de keeper. Dus dan kan het ook gewoon weer 3-1 worden. Dus dan is het natuurlijk even spannend. En dan aan ons weer de taak om het weer op te pakken en die controle weer terug te krijgen. En dat is uiteindelijk wel gelukt, denk ik. Dankjewel.